blijven dicht tot en met de meivakantie. En ook nadien uit Heerlen even schrikken. Een alleenstaande moeder met 12 kinderen. 12 jaar. En zoals zoveel ouders ook thuisjuf op dit moment. Alle ballen in de lucht houden is voor haar sowieso al een uitdaging, maar deze maand helemaal. De week heeft 7 dagen. 7 dagen heeft de week. We zijn met 12. Mama! Dat is best wel groot gezin. Ja, mijn man is vorig jaar overleden. Acuut hartstilstand en ze slaapt. Dus ja, nu moet ik het alleen doen. Schrijf de som op en reken uit. Mijn zoontje doet het voor 8, zei laatst tegen mij. Mam, je bent nou papa, mama en 1. Je bent kok, je bent huishoudster, want je poets. En je bent juffrouw. Ik zeg ja, ik ben alles in 1. En dat legt een grote druk op Nadine. Het is best wel zwaar om thuis les te geven. Je merkt wel dat je s'avonds wel gesloopt bent. Ik heb eigenlijk heel veel respect voor haar. Hoe zij het allemaal doet. In het begin was het even wennen, moet je het ritme zoeken om met les en leren. Maar ja, ik heb mijn ritme gevonden. De ene keer leren ze zo aan tafel. En de andere kant bijvoorbeeld met lezen bezig ben. Dan neem ik eentje mee naar buiten of naar boven. Zodat ze toch apart les krijgen en leren. Maar ja, ze missen toch de juffrouw's, de meesters, de vriendjes, vriendinnetjes. Dat merk je wel. Het nieuws dat ze dit nog tot 28 april moet volhouden, komt voor Nadine niet als een verrassing. Alles voor de veiligheid natuurlijk. Ja. En we hopen gewoon dat het virus gewoon heel gauw weggaat. En dat is gewoon een bizarre tijd. Om het een beetje leuk te houden, gaan ze in de pauze even naar buiten of gooien ze de energie eruit met het dansje. En dat kan ze iedereen aanraden. Probeer niet uren achter elkaar door te leren. Probeer tussendoor gewoon ontspanning te doen. Want dat is voor de vader en moeder belangrijk, maar voor de kinderen ook. Bij ons in de studio is nu aan.